Beste supporters, ik heb de knoop doorgehakt. Na dit seizoen stop ik met voetballen. Ja, Mark. Een regenachtige avond. Ja. Een interview op de middenstip. En dat is niet zomaar. Nee. Nee, hoge woord is eruit, denk ik, ja. En ja, iets waar ik al lang mee worstel en ook wel moeilijk vind. Maar ik denk dat het de juiste beslissing is om ermee te stoppen aan het einde van het seizoen. Wat maakt zoiets pittig? Nou, je geeft elke dag heel je hebben en houden en ziel en zaligheid. En je hebt binding ermee. En ja, als je dan tot de conclusie komt, langzaam, gevoelsmatig, dat je niet meer je eigen helemaal kwijt kan, dan is dat een lastige conclusie die je moet trekken. Wanneer sprak je het thuis bijvoorbeeld bij het gezin voor het eerst uit? Ik stop ermee. Nou, dat loopt al een tijdje. Eigenlijk, ook al eigenlijk voor dit seizoen, wat gaan we doen? Welke vertrouwen hebben we nog in elkaar en wat willen we nog van elkaar? En daaruit kwamen uit goede gesprekken nog voort dat we nog sowieso nog een jaar doorgingen. Maar toen hadden we eigenlijk al wel thuis erover van ja, na al die jaren en ook veel van jezelf vragen en van je gezin vragen. Dat het mooi zou zijn als het op een gegeven moment een keer klaar is. En zelfs de vogels kunnen dat waar. Maar ja, dat ik echt heb gezegd, dat was denk ik 4 weken geleden, dat ik dacht, oké, ik moet het nu eruit gaan gooien. Want ik merkte dat het in mijn hoofd zat en dat ik daardoor ook niet echt meer kon genieten van wat ik allemaal mee mag maken en wat ik al die tijd heb gedaan. En dat het meer zwaarder ging wegen. En dan is het op een gegeven moment ook goed. En sindsdien voel ik al iets meer rust en iets meer lucht, ja. Wie heb je het voor het eerst verteld op Overvecht? Uiteindelijk is dat Jordi geweest. Ik heb wel een aantal teamgenoten die ik al langer ken. Die weten al hoe ik een beetje in de wedstrijd zat en hoe ik ernaar keek. Dus uiteindelijk was het Jordi waar ik heb gezegd, Jordi, ja, het is denk ik tijd om te gaan communiceren. Hoe reageerde die? Nou ja, heel... moet ik zeggen, niet verrast. Omdat we, ja, hier hebben we hebben het ook wel langer en vaker over gehad. Omdat het zit er natuurlijk elkaar aan te komen. Maar hij zei van, ja, weet je, ik heb gewoon respect voor wat je allemaal hebt betekend en nog steeds doet. En hoe je met de situatie omgaat. En laten we het gewoon op een mooie manier communiceren hoe ik het graag zou willen. En laten we het mooi op in ieder geval op de voetbalmanier afsluiten. En dat was een fijn gesprek. Geeft het kippenvel dat je bijvoorbeeld afgelopen zaterdag bij Almere en eigenlijk altijd luidkeels werd toegezongen? Ja, dat doet wel nog wel wat, ja, moet ik zeggen. Kijk, dit seizoen had ik gewoon meer van verwacht. Dus je hoopt elke keer, maar het werd toch vaak een teleurstelling. Dit wilde ik ook eigenlijk niet. Maar het was daardoor wel extra fijn als ik dan wel die supporters hoorde. Dat hield me wel een beetje op de been op echte moeilijke tijden, zeg maar. Wat is moeilijk, maar als sporter wil je wat. En als je niet altijd krijgt wat je wilt, dan is dat soms lastig. Ja, dus dat eigenlijk, ja. Het is een stukje loyaliteit wat ze zien, Mark. Ja, nee. Wat ze voelen. Wel, ja, en dat voel ik ook echt oprecht. En dat is... Ja, dat is heel mooi en bijzonder na al die jaren, ja. Iets in mij zegt dat een parel van de marel altijd weer op het veld terugkeert. Ook dit seizoen, ik weet niet waarom, Mark. Ja, goed. Er zal hopelijk nog wel een momentje komen. En daar doe ik elke dag nog mijn best voor om dat een mooi moment te laten zijn. Ik hoop het. Ik zeg, het is de laatste tijd niet wat ik ervan verwacht had en gehoopt had.
ik kan het begrijpen, want de supporter, of tenminste de resultaten zijn goed. Dus ik neem dat ook niemand per se kwalijk. Dingen lopen zoals ze lopen. En, goed, ik kan alleen maar zeggen dat ik elke dag nog mijn best blijf doen. En hopen dat we het waardig kunnen afsluiten op het moment. En wat, is een waardige afsluiting voor het team, maar ook zeker voor jou? Ja, je kent me ook langer dan vandaag, hoeft niet om mij te draaien. Dat vind ik lastig. Alleen, ik zou het mooi vinden als ik heb het in mijn eerste seizoen als profvoetballer, denk ik, bij het eerste het Europees voetbal behaald. Nou, het zou mooi zijn als we dat op die manier, voor mij in ieder geval, niet voor mij, maar het zou ik persoonlijk mooi vinden als we dat op die manier kunnen afsluiten. Kijk, uiteindelijk zit je in een wereld waarbij je wil presteren en ambitieus. De club is ambitieus, daar willen we willen wel met z'n allen wat en daar wil ik gewoon mijn steentje aan bijdragen. Ik hoop dat dat in ieder geval positief is en dat we dan de periode voor de winst op snel kunnen vergeten en vooruit kunnen kijken. Ja, jouw actieve loopbaan zit er dan over een paar maanden misschien wel op. Ja. Maar je hebt ook al een keer aangegeven dat er misschien nog wat moois in het verschiet ligt binnen de club daarna. Ja. Ja, nou ja, goed, dat is ook een traject wat ik nu al aan de achterkant ben begonnen. En ik moet zeggen, daar ben ik heel blij mee hoe de club mij ziet en hoe ze het vertrouwen hebben uitgesproken om samen met elkaar te ontdekken wat er uitkomt. En het zal meer de beleidsmatige kant zijn. Ja, en dat gaat blijken. Dat zijn we nu aan het vormgeven en dat geeft ook wel heel veel energie. Want ja, de club is ambitieus en er is nog zoveel meer mogelijk. En daar wil ik heel graag aan meehelpen. En wat ik zeg, de keuze om te stoppen. Hoe de club met me omgaat nu, dat maakt het ook makkelijk om te stoppen. En dat geeft een mooi, daar voel ik het respect en dat is een mooi vangnet om voor te beduren. In ieder geval. Ja, je sprak het al in het hele belang van het team. Beetje de aandacht van jezelf weghouden. Maar we willen ook dat dit hele hoofdstuk, de actieve loopbaan van Mark van der Maarden, op een hele vrije manier wordt afgesloten. Ja. Hoe gaan we daar met z'n allen voor zorgen? Nou ja, goed, waar ik altijd een beetje probeer voor te staan is gewoon een bepaalde positiviteit mee te brengen. En loyaliteit daar. We hoeven niet over te klagen bij de supporters, want dat is er. Zeker ook de laatste tijd vind ik echt heel bijzonder. Niet in mijn persoon, maar gewoon in een bredere zin. Ja, dus ik hoop dat we met z'n allen, en met name op het stukje met z'n allen, er een mooi feest kunnen maken op de laatste zondag met de play-offs. En dat zou mooi. Dat is mijn droombeeld in ieder geval. Er gaat wel veel op je afkomen nu, denk ik hoor. Ja, goed, dat, ook dat weet je en daar moet ik even doorheen en dat is ook mooi en dat probeer ik te koesteren. Alleen in het moment vind ik dat soms lastig, maar het is wel, het is mooi, het is goed zo, ik heb rust. Ik ben een rustig hond, relatief rustig, wel emotioneel soms, maar relatief rustig hond, ja. Mag ik je danken voor je openheid op de middenstip deze regenachtige avond? Ja, het is een typische avond in de Galgenwaard wat dat betreft. Moest zo zijn. Ja. Dat is niet wat ik wilde, precies. Ja, nee.